Ah, daar ben je. Welkom in mijn bibliotheek. Zal ik me even voorstellen? Professor Dr. Anton Mol. Wetenschappelijk onderzoeker in de biologie. Verzamelaar en ontdekker van bijna uitgestorven diersoorten. Ja, je hoort het goed. Ontdekker van dieren. Mijn ongelooflijke verhalen zijn opgetekend door schrijver Paul Royakkers en illustrator Stefan de Groot. In de serie De Ongelooflijke Verhalen van professor Dr. Anton Mol. Deze zijn nu verkrijgbaar in e-books. Deel 1. Een ongelooflijk verhaal. Deel 2. Het eerste nijlpaard. En deel 3. De laatste wereldkampioenschappen. U zult er zich wel afvragen. E-books, wat is dat nu weer? Als wetenschappelijk onderzoeker heb ik dat natuurlijk uitgezocht. Na een uitvoerig onderzoek in mijn bibliotheek ben ik tot de volgende theorie gekomen. Een ei is een cel waaruit een embryo ontstaat. Een boek is een samengebonden of genaaid aantal bedrukte pagina's die een verhaal vormen. Maar hoe ontstaat een eiboek? Ten eerste moet het ei bevrucht worden. Dit gebeurt door het toevoegen van inspiratie. Deze wordt ingebracht in de eidooier, de eicel dat de zygotte en veel vetachtige voedingsstoffen bevat. De eicel vormt eerst een bloedsomloop en een hart, de eerste staat van het embryo. Vanuit het midden van het embryo wordt de rug van het boek gevormd en van daaruit de bladzijde, de basis van het eiboek. De pagina's worden gevuld met de inhoud. Om de eidooier zit een beschermend omhulsel dat aan het eind van de ontwikkeling ook wordt opgesoupeerd door het embryo, waardoor het verder kan uitgroeien tot een verhaal en uiteindelijk tot een eiboek. Het ei wordt beschermd door een harde kalkachtige schaal. Na 21 dagen komt het ei uit en probeert de jonggeborene zich een weg naar buiten te werken, totdat het uiteindelijk uitkomt. Het eiboek is geboren. Ongelooflijk, niet waar? Maar hoe ontstaan verhalen in een eiboek? Waar komen ze vandaan? En hoe lang bestaan ze al? Allemaal vragen waarop ik nog geen eenduidig antwoord kon formuleren. Totdat ik van mijn uitgever Creative Cave Publishers een pakket kreeg bezorgd. In het pakket zat een iPad. Nee, ik weet wat u denkt. Het is geen pad die eruit ziet als een ei. Het is een magisch tablet. Na het doornemen van de gebruiksaanwijzing en wat hulp van mijn neefje Allard Junior weet ik nu wat het is en hoe het werkt. Als je op dit icoontje drukt, dan wordt iBooks geopend. Dat is dus iBooks in het Engels en heeft niets met een ei te maken. In iBooks kan je mijn verhalen openen. Dat zijn dus interactieve e-boeken. De E staat voor elektronisch. Als je op het boek tikt, in de iBooks library, dan opent het boek automatisch. De serie De Ongelooflijke Verhalen van professor Dr. Anton Mol zijn voorzien van geluid. Als je op dit icoontje drukt, dan wordt het verhaal voorgelezen. Ja, ja, je hoort het goed. Ontdekker van dieren. Ik hoor mezelf. Als je op de afbeelding drukt, dan krijg je nog extra informatie te zien over het onderwerp of voorwerp. Zo dus. Deel 1, een ongelooflijk verhaal, is gratis te downloaden. En deel 2, het eerste nijlpaard. En deel 3, de laatste wereldkampioenschappen zijn te koop in iBooks. Je kan altijd een kleine preview downloaden en bekijken, voordat je het boek koopt. Ik heb me laten vertellen dat het zelfs mogelijk is om mijn hele bibliotheek op de iPad te hebben en te lezen. Maar dan zijn we nog wel even bezig. De links naar de boeken staan onder in de beschrijving. Download deel 1 gratis. Veel lees- en luisterplezier.